En dan kom je op een andere luchthaven. Je denkt, nou ja, we moeten natuurlijk in twee aparte bakken. Nee, het is een totaal ander beleid. Stomme hekel. Allemaal in één bak. hè? zo op deze toon. Met Verossum, kunt u mij horen? Ja. Waar zullen we eens beginnen? Eigenlijk moeten we maar beginnen met het droevigste aspect van mijn reis. Mijn drieweekse reis door de Verenigde Staten. En dat was natuurlijk het begin van de reis en het eind van de reis. En je mag drie keer raden waar het dan over gaat. Namelijk over onze unieke nationale luchthaven. Een voorbeeld van een totaal geïmplodeerd systeem. Wat op geen enkele wijze, op geen enkel niveau, kennelijk nog in staat is om te doen wat het zou moeten doen. Want ik geloof dat ik al verteld heb dat bij het begin het werkelijk geen haar gescheeld heeft. Of de hele cameraploeg had het vliegtuig gemist. Dus die hebben moeten voordringen en hardlopen. En, nou ja, ik reisde gelukkig business class. Dus ik was inderdaad wel wat eerder eh, bij de gates, zoals dat zo treffend heet. Al die Engelse woorden. Maar gisteren was het weer eh, het van hetzelfde laken en pak. Het was werkelijk ongelooflijk wat ze nu weer hadden opgediend. Want onze Airbus A300. 330, ik weet niet precies welk nummer het is, een groot toestel. Dat kon niet aanleggen aan de gate. Dus wij bleven staan op het, op het vliegveld, en er verscheen een bus. En dan moet je natuurlijk vanaf de, de, de voordeur van het vliegtuig moet je naar beneden toe. En dat was in dit geval een stalen trap. En iedereen moest met zijn handbagage van die stalen trap af. In het, naast mij bijvoorbeeld in het vliegtuig had een, een, een bejaarde man gezeten. Mensen hebben natuurlijk ook weer te, te veel te veel handbagage, laten we dat er even bij zetten. En die bejaarde man, die aanzienlijk minder goed ter been was is dan ik, moest met zijn te zware handbagage in zijn eentje die trap naar beneden afworstelen. Beneden stond een jonge vrouw, fluitend naar de hemel te kijken, niet de geringste assistentie werd geboden. 0,0, er was niemand verder te zien die dacht: van... Goh, misschien zitten er de oude mensen in het vliegtuig. Misschien zitten er de mensen met kinderen in het vliegtuig. Nee. En we worden een beetje dus met z'n allen in een bus gepropt. Het woord proppen is hier volledig op zijn plaats. Ook daar werd geen enkele vorm van assistentie verleend. De bekende ongeduldigheid die iedereen op vliegvelden altijd bevangt, kennelijk. Dus zo zijn we naar het gebouw gereden, zal ik maar zeggen. Waar de hoofdroute naar de bagage. Eh, eh, hoe heet het? Afwerking. afgesloten was. Ja, en tenslotte kwam iedereen terecht in een soort. ordeloze rij. Ik schat van 300 meter of zo. En, nou ja, ik, ik heb direct mijn taxi. Eh, gemeld. die gaat uren duren. duren. dat zat ook helemaal geen schot in of zo. 0,0. Ik denk, ik ga vooraan staan. Ik, heb, ik, ik hoef hier helemaal niet te staan. Ik hoef er alleen maar uit. Ik had alleen mijn handbagage, maar goed, dat wordt je niet in dank afgenomen. Dus uiteindelijk ben ik achteraan gestaan. Ik heb daar denk ik een half uurtje gestaan. Ik denk dat de rest er nog uren heeft gestaan. Die moesten allemaal, bleken allemaal buitenlanders, die verbindende... Mocht u een buitenlander zijn en door toevallige omstandigheden naar deze podcast luisteren... U haalt op Schiphol uw vliegtuig niet. Probeer iets anders te verzinnen, ga lopen... Fietsen, het kan niet, verdomme, maar ga niet via Schiphol. Dadelijk nog meer adviezen ten aanzien van het vliegen. En nou, ik schat, een half uur daar min of meer wanhopig en bewegingsloos te hebben gestaan... ...verscheen er een, een autoriteit, altijd te herkennen aan zo'n touwtje met zo'n zo zo etiketje om, weet je wel. En die riep uh, uh, Nederlandse paspoorten naar voren... Nou ja, er bleek ook nog 200 man. die ook allemaal natuurlijk wanhopig in die reis. Waren er aanwijzingen? Nee. Kwam er iemand zeggen hoe het zat. hoe lang het ging duren. waar we naartoe zouden moeten? Nee. 0,0. Niets, niets, niets. Totale chaos. Anders kan ik het niet noemen. Nou ja, toen konden de Nederlandse paspoorten dan naar voren komen. Daar stond de meneer die. Ja, kennelijk van goede intenties was. Uh, maar. Uh, daar hebben we weer een half uur gestaan. En tenslotte werden we daar... Want het was te beneden te druk. Zo werd medegedeeld. We konden het niet aan. Ja, nou, Na een half uurtje konden we ineens wel naar beneden met die Nederlandse paspoorten. dan. Je moest je Nederlandse paspoort laten zien, of zelfs eu paspoorten daar wil ik vanaf zijn. Maar er waren verder weinig EU-paspoorten. Ja, was er nou vane veel te doen. Nu, ik kan niet zeggen. Ik was in drie minuten stond ik buiten. Maar. Van waar die volkomen chaotische rij. waarvan niemand wist waarheen, waartoe. hoe lang zullen we hier blijven staan? Waarom kunnen we niet naar het normale afhandelingstraject volgen? Niets van dat al. Niets van dat al. Die mensen, die arme mensen. die een overstap moesten maken hebben. Daar was, ik denk dat ze er nog steeds staan. Verdomme, ik denk dat ze er nog steeds staan. Het zou mij niet verbazen. It, it, Schiphol is verbijsterend. Hoe je iets zo totaal uit de hand kunt laten lopen als het in Schiphol gebeurd is, dat is verwijsterend. En dan zegt hij dan: ja, de schouders worden opgehaald, niets aan te doen, er is geen personeel te krijgen. Jammer, maar onmogelijk. Het is natuurlijk best personeel te krijgen als je maar dik betaalt. Waarom is er trouwens veel te weinig personeel? Om hele eenvoudige redenen. Namelijk dat natuurlijk in de COVID-tijd veel personeel ontslagen is of vertrokken is. Want ja, dat was twee jaar lang natuurlijk vrijwel niets te doen op Schiphol. Dat moeten gouden dagen zijn geweest, zal ik maar zeggen. Uh, en het overgrote deel van het personeel is na twee jaar niet teruggekomen. Hoe zou dat komen? Waarom, die, waarom zijn die mensen niet voor dat Je hebt leuk werk. Leuk werk, maar je hebt werk. Het wordt heel behoorlijk betaald. Er zijn uh, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Dan was je weer teruggekomen. Maar nee, het is A. klotenwerk. B. wordt het waardeloos slecht betaald. zowel de veiligheid als de bagageafhandeling. En C. zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden ook minimaal of slecht. Ja, dan moet je niet gek opkijken dat die mensen niet terug zijn gekomen. Die zijn iets anders gaan doen. Maar elk bedrijf heeft er last van nu. Dat zal best wel het geval zijn, maar niet zoals Schiphol. En als je dan eh, van, dat, van dat probleem zoveel last hebt, dan zou ik zeggen: op zijn minst kun je beter organiseren dan Schiphol. Omdat daar een soort totale implosie heeft plaatsgevonden. Eh? Het doet een beetje denken aan, aan, aan een kernbom. Eh, daar wordt ook in, de, in de kern wordt een. Wordt een, een Element geschoten, dan overschrijdt het de kritische massa. Nou goed, dan... Maar was op andere luchthavens die je hebt bezocht? Dat anders dan? is een heel interessant punt. Dat moeten we natuurlijk even aanvoeren. Ik begreep dat in Europa op de meeste luchthavens dezelfde problemen bestaan. Of ze zo ernstig zijn en zo volkomen chaotisch als Schiphol, dat kan ik niet beoordelen. Wij kwamen uit Boston. Nee, wij kwamen eigenlijk uit de Columbus, Ohio. Columbus is een vrij grote stad, Die heeft anderhalf miljoen inwoners, maar het is een provinciestad. Dus het is een reusachtige, moderne luchthaven. En daar was eigenlijk geen kloot te doen. Heel rustig. En, maar, niets aan de hand. En we zijn ook zelfs op een luchthaven geweest, dat is ook vrij interessant. In een, op een plaats heet Rapid City. Daar was eigenlijk helemaal niemand. Dus daar kwam je binnen, het was cool, was niemand te zien. Ik moet ook zeggen dat er, we moesten daar ook auto's huren. Dat is ook een heel wonderlijk aspect van de Verenigde Staten. Dat vaak de mensen waar je dan administratief mee te maken krijgt. Ik wil niet zeggen volkomen debiel zijn, maar toch wel randgevallen. Laat ik het zo zeggen. Maar alleen het huren van drie auto's kostte. Ik weet niet, geloof of, ik weet niet hoe we daar lang we daar, we hebben gezeten. Maar anderhalf uur of zoiets dergelijks. Dat je ook denkt. Zou dat elke keer als een auto verhuren? Zo ongelooflijk lang je zou zeggen, zo ingewikkeld is het toch niet om een auto te verhuren? Nou goed, maar Rapid City. Ik kan, als u verlangt naar een volkomen lege, goed gekoelde luchthaven. vrijwel zonder personeel of andere luchtreizigers. Rapid City is uw doel. Maar u kunt ook naar Columbus gaan, daar is ook geen zaak te doen. Van Columbus zijn we naar Boston gevlogen, daar was het al. Laten we zeggen, het was niet Schiphol. Dat was nog een soort van systeem. He, bij Schiphol is gewoon, daar is het gewoon totale chaos. Daar weet niemand wie, wat, waar, hoe. Het kan niet schelen eigenlijk. He, ik heb ook begrepen dat ze grote stapels, nooit behandelde koffers nog hebben. Nou ja, het, is, het, is, het is eigenlijk uit de roman. He, de schrijver zou het niet hebben kunnen verzinnen dat je het zo erg kunt maken als Schiphol het gedaan heeft. We hebben natuurlijk al de vreugdevolle mededeling eh, ontvangen, al het voordat ik wegging, volgens mij. Dat Schiphol minder eh, landingen mag, mag verwerken in de toekomst. Mijn voorstel is: het is nu geloof ik een half miljoen. Allemaal zo eindeloos naar boven gesmokkeld, zoals je weet. Elk jaar kwam er weer iets bij. En dan, omdat die vliegtuigen nu veel stiller zijn geworden. En minder motoren hebben. En, nou ja, er eh, konden best weer 50.000 vluchten bij en zo. En ik zou zeggen, doe 350.000 en dat moet voldoende zijn. Ik zwijg nog van het feit dat we een volkomen geoutilleerde nieuwe luchthaven hebben... die we niet gebruiken. Ja, daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Die mensen daar in de omgeving, die zullen al zeggen... die mag allemaal nooit meer gebruikt worden. Op zichzelf is dat natuurlijk ook weer een, een prachtig voorbeeld... van totaal bestuurlijk ondervermogen dat je aan een zon van 200 miljoen euro een nieuwe luchthaven aanlegt... die niet bruikbaar blijkt te zijn. Vanwege protesten, kan niet schelen wat de redenen zijn... maar het is toch vreemd dat dat ding daar ligt voor 200 miljoen en niet gebruikt wordt. Al zou je misschien ook als je personeel vraagt ook merken dat er geen personeel te krijgen is. Het moet er natuurlijk, maar waar we gebleven Boston In de hoek van die vertrekhal dus slecht georganiseerd bleken tegelijkertijd twee grote toestellen weg te gaan, Eén naar Amsterdam en één naar Athene. Dat zijn whiteboards dus daar daar gaan minimaal 350 mensen in of zo. En ja, al die vertrekkers die stonden daar te wachten op, op boarding. Ook toen boarding al lang begonnen was gebeurde er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel behalve dat mensen met kinderen aan boord, die mochten wel aan boord. Eh, waarbij ik, ja, ik moet zeggen, ik werd toch overvallen door de gedachte, misschien is het toch wel lollig om nog wat kinderen te maken. Omdat je dan overal meteen aan boord mag voordat alle anderen aan boord mogen. Ik heb nog nooit zoveel kinderen ook gezien. Of ze die dan nou speciaal worden gemobiliseerd. Dat de familie zei, zeg, kun, je, kun je ons wel een paar kinderen lenen, want we gaan, we gaan met gaan vliegen. Eh, dat, dat is... Dat is een... Heel ja, en al die, nou ja, hoeven, reken maar uit hoeveel mensen die, die vliegtuigen zijn allemaal goed vol. Dus reken maar uit, stonden in, in een hoekje van de vertrekhal, waar het wel wat koeler was dan buiten, maar niet indrukwekkend, stonden er 700 mensen te wachten op iets wat niet helemaal duidelijk was. Namelijk wanneer die boarding, die dus eigenlijk volgens de formuliertjes al begonnen was, nou eigenlijk daadwerkelijk zou gaan beginnen. Dus ja, daar hebben we ook weer gestaan. Hè? Want staan, wachten, dat is het lot van de moderne mens. Daar komt de, en dan denk je nog, business class, dat gaat wat vloggen Maar we hebben ook de business class stond daar gewoon. En ook daar geldt natuurlijk, God, als je 32 bent en je hebt drie kinderen bij je... dan kun je zo vlop, dan kun je aan boord. En als je 32 bent en je hebt geen kinderen... dan vind je het ook niet zo erg om een half uur in de rij te staan. Het gaat mij... Om allemaal kwetsbare mensen, waarvoor er in het internationale luchtverkeer niets gedaan wordt. Je kunt op Schiphol wel een karretje aanvragen, maar dat moet je lang van tevoren doen. En ik geloof ook schriftelijk. Heb je dat gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Ik, ik kan heel redelijk lopen. Mijn probleem is, is niet lopen. Ik ben prima loper. Mijn probleem is langdurig staan en lummelen. Je kunt toch gaan zitten met een roman op zo'n stoel? Ja, je kunt gaan zitten. Eh, eh, want ik kan iedereen aanraden die, die nu naar Tom luistert, neemt u vooral een inklapbare fauteuil mee. <laughs> Het aantal zitplaatsen op, lucht, op, op luchthavens is minimaal. Meestal moet je zoeken naar een beetje een behoorlijke stoel. Er zijn geen jonge mensen die daar voor je opstaan. Bijvoorbeeld bij de gate, hè, waar je zit te wachten tot je dat klote ding in kunt, daar zijn onveranderlijk veel te weinig zitplaatsen. Misschien omdat die toestellen veel groter zijn geworden dan ze vroeger waren. Ik weet niet precies wat het is. Dus ja, daar sta je dan ook weer te staan. Hè? En dan heb je natuurlijk de mensen die, die zitten op hun stoel. En die dan drie stoelen ernaast nogal hun, hun, hun barang hebben staan. Hun, hun bagage hebben. Het is... Goed, laten we nu overgaan na naar dit, naar dit allemaal geconstateerd hebben. Wat toch het meeste opvalt is de, de totale... Ongeïnteresseerdheid in het lot van mensen die misschien niet zo vlot ter been zijn. die misschien niet zo vlug zijn. die misschien niet zo jong zijn. die niet 16 kinderen bij zich hebben. Hè, als we daar nou eens iets voor deden. Ja, want ik dacht ook onderweg: nou ja, als je, als je, als je met iemand op stap moet die slecht ter been is. die moeilijk loopt. dat is niet meer te doen. Dan kun je niet vliegen. Goed. Nu voor al die mensen die er zijn natuurlijk een aantal cirkels die zijn al vertrokken per vliegtuig, heeft u een klote dag gehad op Schiphol. En ik kan u beloven. Ook als u terugkomt, heeft u nog eens een keer een klote dag op Schiphol. Die u onder de huid kruipt, waar u nog een hele dag ongrans van, van kunt zijn. Eh, mensen vinden het waarschijnlijk overdreven. Dat is ook zoiets geks. Mensen zijn net, het is net een allemaal komateus zijn. Eh. Ze voelen niks voor protesteren. Ze staan daar maar te staan. Niet waar? Die hersens zijn klaarblijkelijk op nul gezet. Ik weet niet precies wat ze ermee gedaan hebben. Maar goed, u moet nog met vakantie. U heeft nog keuzemogelijkheden. Dan zou ik zeggen: primaire keus, blijf thuis. <laughs> ja. Blijf rustig thuis in uw eigen huis. Alles is in orde. Het, het weer in Nederland gaat wel een beetje af en toe naar de inrichting de 30, maar valt toch ontzettend mee. Kijkt u voor de eens hoe warm het in Madrid is, voor het geval u naar Spanje wil. Kijkt u voor de lollen ook naar andere plaatsen in Europa. Dan zult u constateren, overigens u zult ook constateren, heel interessant, dat het ondertussen in Nederland in de zomer ongeveer even warm is als het in Zuid-Frankrijk 50 jaar geleden was. Toen ging u met vakantie naar Zuid-Frankrijk voor de zon en de warmte. Dat hoeft u helemaal niet meer te doen. Nu heeft u in Nederland zon en warmte. Dus blijf in Nederland. Door in Nederland te blijven, ja, dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. Hoeft u niet te vliegen. Als u toch weg wil uit Nederland, om wat voor raadselachtige reden dan ook. Hè, u wilt bijvoorbeeld naar België, ik noem maar wat op. Wat dan heel, heel normale wensen. Sterker nog, ik dacht gisteren in die rij dat je daar staat te staan. Kennelijk heeft Nederland helemaal geen behoefte meer aan terugkerende reizigers. Zou het niet handig zijn? Zou het niet bewust beleid zijn? Dat eigenlijk de regering denkt, waarom, waarom kunnen we niet een miljoen Nederlanders kwijt naar, naar, naar België? Dat Rutte het bedacht heeft. Hebben, hebben wij er geen last meer van eigenlijk. Ja. Rutte stond ook in die rij trouwens, hè? Heb je dat, die foto gezien? Die gaat er speciaal in staan om te laten zien dat hij ook een slachtoffer is. Denk je dat, dat het bedacht is? Ja, natuurlijk. Rutte op de fiets, Rutte in de rij. Rutte bij de tand als hij niet verdoofd wordt. Nee, dat, dat is allemaal flauwekul in de eerste klas. He. Als Rutte anders zou willen, dan kan dat. Dan gaat hij gewoon met de dienstauto. Helemaal geen probleem. Dus daar ben ik. Ik heb geen water meegenomen. Is oh. dat even stom? Oh, dan moet je wel even pakken dan. Want dus ja, moet, ik moet zo even water pakken. Want dat water wat hier ligt, dat ligt al een maand. Ja, dat is niet verstandig. Het ja, is het Salmonella in, denk ik. Ik zal het zo, ik zal zo even water pakken. Um, ja, mocht u dus toch nog op reis. Ga niet vliegen. Als u naar een, een reisdoel in West-Europa gaat. Dat is nergens goed voor. Als u gaat vliegen naar Londen. Moet u zich nalaten kijken door een goede geestelijke begeleider. Dat moet u gewoon niet doen. Dat is een prima trein naar Londen. Daar is helemaal niets mis mee. Heel comfortabel. Beter eten dan in het vliegtuig. U ziet nog eens wat van de buitenwereld. Ik kan het u warm aanbevelen. Idemdito, Berlijn, Parijs. Al, heel West-Europa is per trein prima te bereiken. Als u dat niet bevalt, als u niet met de trein wilt, dan kunt u altijd nog met uw eigen auto gaan. Maar ga niet vliegen. Niet waar, u heeft misschien 14 dagen, gaat u met vakantie, of misschien maar een week, dat weet ik niet. Er zijn niet veel mensen die echt drie weken gaan volgens mij. En dat betekent dat u, dus als u gaat vliegen, dat u twee dagen kwijt bent aan ergernis, staan, lummelen, onderdeel vormen van chaotische menigsten waarvan niet duidelijk is wat ze precies kunnen en moeten doen. Het is werkelijk verschrikkelijk dat we dat zo georganiseerd hebben. Het, het, is, het heeft ook iets treurigs en bedroevends over zich. Dat, dat, niet waar? Nu kan Jan met de pet ook vliegen en kijk eens wat er gebeurd is. Je, je begrijpt ook dat de absolute top van onze samenlevingen daar natuurlijk allemaal niks van last van heeft. Die vliegen in particuliere vliegtuigen, die worden waarschijnlijk niet of nauwelijks gecontroleerd. En, nou ja, dat dacht ik ook nog. Kan ik niet nog even miljardair worden? Ja, want dan kan ik een eigen vliegtuig kopen. Het scheelt in het algemeen wel wat als je business class vliegt. Niet zoveel als mensen denken volgens mij, maar wel wat. Maar ja, daar betaal je ook naar van antwoord, dat spreekt vanzelf. Ho, wat is het voordeel? Het voordeel is dat je toch uh, vaak net iets sneller bij de gate bent dan de anderen. En vooral bij de, bij de bagagecheck kan je... Laat, laat ik niet beginnen over de bagagecheck. Die Ook daar heerst totale willekeur. In Amerika bijvoorbeeld moet je op sommige luchthavens moet je meerdere bakken gebruiken. En als je dat toevallig niet doet, je hebt je koffietje erin gelegd, je jas en de kleine dingetjes, het telefoontoestel enzovoort, word je onmiddellijk. Niet waar, fascisten worden aangeblaft, dat kan zo niet. Het moet in twee bakken en tenslotte ook in Alberta, of in, in Calgary in mijn geval, in drie bakken, zodat ik de derde bak vergeten ben en de hele vakantie, ik bedoel, sorry, de hele reis door heb moeten brengen zonder laptop. Wat bijzonder frustrerend was. Ik hoop hem nog terug te krijgen, eerlijk gezegd. Want hij is daar dus achter gebleven. Eh, en dan kom je op een andere luchthaven. Je denkt, nou ja, we moeten natuurlijk in twee aparte bakken. Nee, het is een totaal ander beleid. Stomme hekel, Allemaal in één bak. Zo op deze toon. En ja. Ja, dat in het Engels natuurlijk, ik weet niet of je het stomme heikel in het Engels is. Dat je ook denkt: wat is dit voor wereld? Wie regeert er in deze wereld? Welke gekken niet waar zitten aan het roeren? Dat, dat is, het, het is onbegrijpelijk dat complexe systemen überhaupt nog werken. Uh, ik, het, 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 op een goede dag implodeert alles wat we zo ingewikkeld hebben ja. gemaakt, dat we zelf eigenlijk niet meer begrijpen hoe we het aan moeten pakken. Wat gaat er wel goed? Ja, wat gaat er wel met het vliegtuig? Kijk, zit je er eenmaal? Ach, die dingen die zweven moeiteloos over de oceaan. Nou ja, je hebt het kabaal van die motoren en het afzuigen en het inpompen van die lucht natuurlijk. Maar voor de rest is het, heer, het een heerlijk rustige vlucht. Met de vlucht zelf is niks mis. Die machines zijn, zijn, zijn eigenlijk wonderbaarlijke machines. Ja, bovendien waren ze vroeger vier motoren. Tegenwoordig helemaal geen probleem twee motoren. Het zijn wel ook gigantische motoren natuurlijk. Die moderne straalmotoren. Ze zijn zeer betrouwbaar, zoals we alle weten. Als je in dat ding zit, zit je heel. Althans, in de business class laat ik dat voorop stellen. Zit je heel comfortabel. Niks mis mee. Het wordt voortdurend koffie aangeboden en zo. Ik kan niet slapen in die toestellen. Maar dat... dat en was het eten goed? Nou, ik moet je zeggen dat het, het, hoe heet het, het diner wat dan geserveerd wordt. Wij begonnen aan die vlucht in Boston. Nou ja, weet ik veel, wat was het? Ik denk om zeven uur of zo. Half zeven, zeven uur. Dus er werd die negen, weet uur. Ja, die, die, dat was heel behoorlijk. Ja, in het slaatje zat natuurlijk weer komkommer. Ik haat komkommer. En, en als je zegt van kan de komkommer verwijderd worden, dat is meestal niet mogelijk. Het is toch heel gezond en heerlijk lekker. Komkommer is afschuwelijk. Het stinkt. Het is ronduit. Het is gewoon water dat stinkt. Laat ik het zo voor. Dan kun je het toch uitgooien zelf? Nee, want alles is aangetast door de komkommersmaak. Als je eenmaal een, een, een komkommerallergie hebt zoals ik dan. In Amerika zit alles onder de komkommer. Dat is echt verschrikkelijk. Hier is het nog iets minder, maar ook al vrij erg toch. Uh, maar de hoofdmaaltijd die was, uh, die was simpel. Namelijk spersieboontjes, eh, worteltjes, eh, een klein stukje kip en, en, en eh, wat aardappels. Nou, fantastico. Hè? Daar zou ik ook weer zeggen, hou het simpel. Hou ook bij die catering het zo simpel mogelijk. Want vervolgens krijgen we soms een ontbijt waar je weer van denkt. God alle nog een toe, veel te veel, veel te zwaar. Wat hoort er bij een ontbijt? Nou ja, ik zou zeggen een gekookt eitje. Misschien een croissant met een beetje jam, zoiets. Maar niet, niet een soort. Dat je weer zo'n dreun krijgt. Zo'n vet dreun, zal ik maar even zeggen. Ja, ik moet je zeggen: ik kan, iedereen die moeite heeft met, laten we zeggen, een vermageringsdieet. Om het maar even zo te noemen. Die zou ik zeggen: gaat u naar de Verenigde Staten kunt er waarschijnlijk best subsidie voor krijgen van uw van de, van de, van de ziektekostenvereniging. En dan gaat u gewoon drie weken ongeremd eten in de Verenigde Staten. Dan staat het voedsel u zo gruwelijk tegen. Dat ik denk dat ik op de laatste dagen. dat ik, ik dacht steeds: ik, ik hou op met eten. Ik, hou, ik stop er gewoon mee. Klaar, klaar uit, ik stop met eten. Ook de moeite die ik gehad heb om die, om die idiote gerechten die ze daar maken, om dat, om dat te reduceren tot, tot iets wat je nog wel net kunt eten in principe. Ook het ontbijt, het is, het is, natuurlijk zijn al die Amerikanen veel te dik, dat spreekt voor zich. En vaak al op hele jonge leeftijd. En zeker in de Great American Heartland, hè, want dat maakt ook nog een heel verschil. Of je in Boston bent of in LA of in, in die wonderlijke dorpen. In, in Montana en in Wyoming waren wij geweest. En daar is eigenlijk iedereen vanaf zijn 17 een modder vet. He, met van die wiebelkonten, zou ik maar zeggen. Um, ja, het, het gaat je gruwelijk tegenstaan. En bij elke keer dat je dat voedsel bestelt, moet je dus zeggen: nee, geen gebakken aardappelen. Niks moddert in cheese. Het is verschrikkelijk. Ook die stomme klote burgers, we hebben het er al over gehad. Dus ik ga daar niet opnieuw over, over beginnen. Half gaar, ook zo'n half gaar gerecht, wat cultureel. Wat in feite ook organisatorisch geïmplodeerd is. Je zou eigenlijk die, 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 die burgers, die, die, die zijn wel, wel 30 centimeter hoog. Hè, met zo'n zo zwaarte doorheen. Je, je kent het wel. Dat is eigenlijk goed te vergelijken met Schiphol. Het is een. Het is een implosie van, van, van organisatie als gevolg van, van te, een, een teveel. Het is teveel. Het is allemaal teveel. Goed, maar waar was ik gebleven? Ja, bij mijn adviezen. Dus prima, blijf thuis. Hè? We staan hier in een straat in Utrecht. Je bent met me eens, het is hier heerlijk ja, rustig. Is fantastisch rustig. Ja. Er is geen geluid te horen. Ja. Al die verbouwingen zijn tijdelijk gestopt. We hebben ook niemand door de straat zien gaan. Er is geen motorfietsje door de straat gekomen. Kortom, het is een, een zalige rust. Daar kunt u van genieten. Want waarom is het zo rustig als u thuis blijft? En de meeste mensen staan in Schiphol in de rij. Niet waar ze zich af te vragen waar ze in godsnaam mee bezig zijn. Ja. Hè? Zit u lekker thuis. U ja. heeft net een kopje thee gezet. En eh, zit u nu luie stoel en... U kunt vanavond naar een fantastisch programma kijken. Hoe heet het ook alweer? Zomergasten. Zomergasten. Ja. duurt altijd wat aan de lange kant. Maar dat is ook altijd een hele goede samenvatting van vijf minuten. Dus u. u kortom, u heeft een, een, een heerlijk palet van rustige mogelijkheden. U kunt waarschijnlijk om de hoek een ijsje kopen. Wat, wat wilt u nog meer? En, en wat gaat u doen? U gaat, u gaat uw, uw, uw levensgeluk op de proef stellen op luchthavens die. Volledig overlopen zijn, totaal chaotisch. U gaat in de file staan met uw auto. U staat uren vast op die, al die Franse klotenroutes. Eh, u bent toch eigenlijk volkomen gek. Knetter Volk knettergek. En dan zult u zeggen, terwijl u zit te luisteren: Ja, verhosm, ben jij niet toevallig net drie weken in Amerika geweest? Heb je, ik geloof, acht of negen vluchtbewegingen gemaakt? Ja, dat is waar. Maar voor werk. Ja. Eh? Zou ik, deze, zou ik die drie weken als vakantie hebben genomen? Hebben, never, nooit niet. Blijf net zo lief thuis. Nou goed, ik ga dan meestal naar de Waddeneilanden, naar Texel. Maar u bent met me eens, dat, dat, dat is een reis die nog net te doen is. Nog net te doen. Het moet echt niet een half uur langer gaan duren, want dan denk je al: grote god, waar ben ik aan begonnen? Ik heb het eerder gezegd, ik zeg het nog een keer: vakantie is een ziekte. Het is een besmettelijke ziekte. Ja. Er zijn psychologen die zeggen: Je hebt het wel nodig om even los te komen van alles. Ja, ik niet. Ik kom vanzelf los van alles. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik ben met zijn zengen geboren. Dat is iets heel aparts. Ja, ik, ik kan genieten van, van mijn eigen straat, bij wijze van spreken. He? Ik kom los van alles. U, waarom zou je in godsnaam. Wat voor leven leeft u dat u twee weken los van alles wil komen? En, en het lullige is, u komt weer terug en dan zit u weer met alles. He? U bent even los geweest en dan zit u weer. Het ja. is dat u denkt, ik ben fijn bij vakantie geweest in Albanië. En u denkt, god, Albanië, dat is het mooiste land ter wereld, daar wil ik heen. Dat kan niet. Je He, kunt helemaal niet naar Albanië. He? Dus dat is ook allemaal onzin. Vakantie, ik zweer het, is onzin. Want wat doe je nou in vakantie? Ja. De meeste mensen zitten in een tent aan het garden mee. Op een hele drukke camping. Vroeger vond ik dat toch al gek. Als je dan in, in Zuid-Frankrijk langs zo'n grote camping reed met de auto, je had de ramen open, dan sloeg er een, een, een gigantische pislucht naar <laughs> dus ja. binnen. Ja. Hè. Dat je denkt, dan gaan mensen dus vrijwillig in een soort, soort vluchtelingenkamp zitten, want dat is het. He, de meeste van die reuzencampings zijn eigenlijk een soort vluchtelingenkampen. Ja. En daar gaan mensen vrijwillig twee weken zitten. Ja. Nou, dat is even een reset van je normale leven. Waarom zou je godsnaam, als je een normaal en prettig normaal leven leidt, het willen resetten? Alsjeblieft niet. Nou, veel mensen hebben het te druk met hun werk. Nou, dan moeten ze daar iets aan doen. Maar dat, 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 dat helpt niks als je met vakantie gaat. Want als je terug bent, bij ben het weer precies even druk. Hmm. Zo niet nog drukker, omdat de boel is blijven liggen. Hè? Ja, Jaap was weg, dus eh, we hebben ze in een bakje lekker volgelegd, maar Robbel. Hè? Bovendien te druk, ja. Dat. Ik vind het moeilijk om daar iets verstandigs over te zeggen. Mijn indruk is dat mensen het ook voor zichzelf vaak erg druk maken. Hè? Je, kunt dat ook, 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 ja, je kunt dat ook rustig benaderen, en dan heb je het gewoon een stuk minder druk. Maar ja, ik ben met pensioen, dus dat scheelt enorm. Hè? Ja. En mensen die met de trein gaan, die zullen zeggen... ja, dat is van om leuk lullen... maar dan zitten we in de talies met 40 graden... en de raampjes kunnen niet open. Ja, dat is een ongelukkig incident. En Het feit is natuurlijk dat die Thalys-treinen totaal verhoudend zijn... zo langzamerhand, of in ieder geval erg oud zeggen worden. Ja, daar moet iets aan gedaan worden. En dat heb ik niet in de hand. Maar ik zit geloof ik nog veel liever vier uur in een Thalys-trein... waar de temperatuur oploopt... dan dat ik anderhalf uur op Schiphol in... in de totaal... Het, het is ook... Het is de onderste kring van de hel. Ik ben er ook van overtuigd. als er een hemel en een hel is. De hemel weet je al helemaal niet in, natuurlijk. Maar ik had altijd. Echt gunstige voorstellingen van de hel. Namelijk dat je daar allerlei dingen kunt doen. die de meeste mensen niet leuk vinden. Dus langdurig lezen en dat soort van zaken. Weinig tv kijken. Eh, maar dat is niet zo. De hel is een. is, is een reusachtig vliegveld. een Echt een. Niet, niet Schiphol of zo, maar na tien keer zo groot. Volkomen chaotisch, zonder borden. Als er borden zijn met, met, met tekens die je niet kunt lezen. En waarom ga ik niet naar Tokio? Ja, ik kan geen, geen Japanse eh, tekens lezen, dus daar heb ik helemaal geen zin in om overal te verdwalen. Want dat is ook, wat, het is allemaal even slecht aangegeven, overal eigenlijk. Als je zit het niet. Het is, overal geldt, ja, als je er drie keer geweest bent, dan weet je wel hoe het zit. Het is niet zo, niet zo ingewikkeld natuurlijk. Maar als je er voor het eerst komt, dan begrijp je er vaak geen kloot van. Omdat het net precies omgekeerd is met wat je bijvoorbeeld in de vorige luchthavens overkomen. Nou ja, wat ik er nog bij moet zeggen. Wij hadden een enorme moeite hebben wij gedaan om de juiste formulieren, vaccinatiebewijzen. Mag jij raden hoe vaak op naar onze vaccinatiebewijzen is gevraagd? Een keer? Nou... Ik zou zeggen een halve keer, want er was een mevrouw die zei of we ze hadden en toen zag ze uit de verte dat, 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 dat ding, weet je wel, die QR-code. En toen zei ze, het hadden alle QR-codes van de wereld kunnen zijn, ook van kinderspeelgoed bij wijze van spreken. En toen was het al in orde. We hebben al die moeite gedaan, daar wordt nauwelijks of niet naar gekeken. En het is allemaal flauwekul. Het is allemaal bureaucratische flauwekul. Je kunt het het beste negeren, maar dan loop je het risico dat er wel een of andere dienstklopper is die het wil zien. En daarbij de kloster ja. mag je niet naar binnen. Ze willen het pas zien als het misgaat. Ja. Ik heb al verteld dat Canada precies even groot klotenland is als de Verenigde Staten. Ik had er mij naar veel vervoer gesteld van Canada. Normaal, rustig personeel, niets aan de hand daar. Nee, dat was niet het geval. Ik zou zeggen dat de security op Calgary tot het absolute dieptepunt. Van reizen reis ook borden zijn. wat dat betreft. Het reizen zelf. heeft niets dan dieptepunten veroorzaakt. En eigenlijk, gek genoeg. daar waar wij de verbinding met de auto gemaakt hebben. heb je natuurlijk in Amerika. voor onvermijdelijk wijze lange ritten. In Montana, in een Wyoming. Maar wat een landschap. Wat een fantastisch landschap. Hè? Als je nou toch rust wil. Ja, ja, je kunt daar een uur rijden. zonder dat je een tegenlegger hebt. Hè? Zonder dat je andere mensen hebt gezien. Maar dat heb je in dat... Finland ook bijvoorbeeld. Ja, maar in Finland schijn je wel ontzettend veel muggen te hebben. Dan had je hier ook muggen, maar dat. Uh, op allerlei plekken was het echt dat veel muggen zouden zijn. Maar ik heb ze niet gezien in ieder geval. Hmm. Ja. Dan wordt er een crisis verwacht. Denk je dat dat de reset is die Schiphol nodig heeft? Om anders weer een beetje. Wordt er een crisis verwacht. Ja, dat wordt geroepen, ja. Het zal er wel weer meevallen, denk ik. Ja, de rente gaat hem wat omhoog. Tussen... Ja. Met tijd ook, toch? Ja een hele rare onnatuurlijke toestand dat je dat je dat je met minus, met, hoe heet het, dat je zelf moest betalen voor het aanhouden van een spaarrekening nee. van een systeem van Jan Doedel ja. nee dat werd tijd ook het was natuurlijk betrekkelijk abnormaal ik zou zeggen nou, een zekere afkoeling want het draaide wel op hele hoge toeren zo na direct na de covid en bovendien laat er nou een recessietje komen van twee of drie jaar hoe cares? van waar die hysterische drang om om elk jaar 3-4% groei te willen hebben, dat is toch flauw. Iedereen weet dat we daar tenslotte van moet, dat we dat moeten ontwennen. Dat dat niet een strategie is die nog eens een keer 200 jaar kan worden volgehouden. Dus waarom niet eens een fijn recessetje? Nou, het lost heel veel problemen op, denk ik. Daarom, personeelstekort daarom. op Schiphol? Nee, op Schiphol is niet meer oplosbaar, denk ik. Nee? Nee, als je maar zo'n chaos hebt gecreëerd dan. Ik, mijn persoonlijke opvatting zijn, breek Schiphol af. Dat is denk ik de beste oplossing. En bouw een totaal nieuwe luchthaven in, in de Noordzee. Zoiets misschien. Maar dit is niet meer oplosbaar. Maar het is toch niet altijd zo'n ellende geweest? Het is toch altijd wel een fijne luchthaven geweest? Schiphol. Ja, Schiphol had een geweldige reputatie. Is er regelmatig gekozen tot de beste en de rustigste luchthaven van Europa. En nu zou ik zeggen: komen ze zeker in aanmerking voor de. Voor de slechtst gerunde luchthaven van Europa. Door COVID. En de gevolgen daarvan. En het gevoerde beleid. Schiphol moest groot worden. Waarom moest Schiphol zo groot worden trouwens? Kijk dat er goed verdiend wordt aan luchtvraag, dat weet ik. Maar daar hebben we verder, dan hoeven de passagiers hoeven daar geen last van te hebben. Mm -hmm. ja, dus daar heb ik, wat mij betreft, de vlag uit. Ja, dan geldt dat net ook voor de spoorwegen. Je weet dat de spoorwegen het enige tak van de spoorwegen die goed geld verdienen. Namelijk het vrachtverkeer. Dat hebben ze aan de Deutsche baan verkocht. Nou ja, maar alleen. Um, dus ik zou zeggen: nee, Schiphol is een. Uh, nee, ik denk dat, dat we van Schiphol een pretpark moeten maken. Dat is denk ik de beste oplossing. He, daar heb je ook altijd chaotische rijen. En, en niet, niemand precies weet waar je naartoe moet. Dus maak nou van. Leg een nieuwe, geheel nieuwe luchthaven in de Noordzee aan. Limiteer daar meteen bij het begin al. Uh, het aantal passagiers. En dan maken we van Schiphol een pretpark. Zou Benschop zelf wel eens in de rij gaan staan? Ongetwijfeld. Dan laten ze het fotograferen door de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. En oh ja, het is verschrikkelijk. Ik lig er wakker van, enzovoort enzovoort. En, 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 en. Eerst hebben ze het laten gebeuren. Natuurlijk niet Benschop alleen. Het, het, is, het, is, het is die mateloze groei van Schiphol geweest. die natuurlijk de zaken nu aanscherpt en verergert. Plus. Het, het wonderlijke covid-incident, natuurlijk. Dat, dat er personeel vertrokken is. En ja. dat terugkomt omdat het niet, geen aangenaam werk was wat slecht betaald werd. Wil je nog water halen? Ja, tot? ik ga water okay. halen. Dan kunnen we misschien overgaan tot het positieve deel van mijn beschouwing over drie weken de Verenigde ja, Staten. Ja, leuk. leuk. Um, en ik wil nog iets zeggen over. Uh, hoe heet het? De Partij voor de Dieren. Want die heb ik geschoffeerd, beweert men. <laughs> Maar ik zal uitleggen dat het eigenlijk nog een hele, hele milde behandeling was van die partij. Kijk, mooie cliffhanger dit. Ja. Stomme hekel! The time for empty talk is over. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in de Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden. Rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid. U heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je voor uit de Bijbel. Er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen.